Hallo en welkom bij onze REC 200 webinar vandaag hier bij Avonic. Goed om te zien dat er zoveel animo is voor dit webinar. We gaan uiteraard zometeen even uitgebreid spreken over de REC 200. Hij staat hier al bij mij op de tafel. Zometeen gaan we in detail er naar kijken. Velen van jullie hebben hem al toegepast en hebben al een goede blik op geworpen. Vandaag gaan we proberen dat wat verder uit te leggen. Dat ga ik niet alleen doen, dat ga ik zometeen ook doen met mijn collega Daniel de Bakker. Net zoals waarschijnlijk bij jullie hebben wij ook te maken met het feit dat we niet allemaal op kantoor kunnen zijn. En daardoor ook noodgedwongen vanuit huis werken. Volgens nog gaat het allemaal erg goed. Hebben we het nog steeds erg druk. Dus dat is allemaal heel positief. Maar dat betekent wel dat Daniel vandaag vanuit huis een bijdrage zal gaan leveren aan dit webinar. Dus Daniel hoor je straks later tijdens dit AV REC 200 webinar. Voordat we gaan beginnen, een aantal, een klein beetje uitleg over hoe de Zoom webinar functie werkt. Onderin zie je eigenlijk drie knopjes. De chat, raise hand functie en de Q&A. De Q&A en de chat zijn enabled. En we hebben ook iemand die dat vandaag allemaal bijhoudt. Ook een collega, andere collega van mij. Dus zet je vraag gerust in het Q&A window of in het chat window en we gaan ze zoveel mogelijk proberen te beantwoorden. Waar gaan we het over hebben? De komende 30 minuten pak een beetje ongeveer. We gaan zo meteen even praten over Avonic, voor degenen die ons nog niet kennen, even een kleine introductie. We gaan het hebben over toepassingen voor de AV REC 200. We gaan het hebben over een overzicht van het product en de features en de functies die de AV REC 200 heeft. We gaan even praten over typische applicaties of veelvuldig voorkomende applicaties die wij zien bij onze klanten. Daarna gaan we even kijken naar de webinterface en dan een drietal voorbeeldtoepassingen of eigenlijk how-to's op het gebied van het opzetten van streaming. We gaan daarbij even wat dieper kijken naar YouTube, Facebook Live en ook Kerkdienst Gemist, natuurlijk in Nederland een veel gebruikte functie in de REC 200. En daarna gaan we ook nog even kijken naar de webinars die Avonic zal gaan geven in april. We hebben er vorige week al één gehad, deze week hebben we er ook al twee gehad. En nu vandaag dus de REC 200 in het Nederlands, maar er komen er nog meer aan. Dus straks daar ook wat meer informatie over. Even over Avonic. Mocht je Avonic niet kennen, we zijn 13 jaar geleden opgericht. Onze achtergrond is in AV-distributie, toen de tijd onder de naam Aventum. We zijn inmiddels als bedrijf volledig overgegaan naar de naam Avonic. En wij doen productontwikkeling, verkoop, support, alles hier vandaan in ons nieuwe gebouw in Delfgauw. Wat behoorlijk veel groter is dan ons oude pand. En dat komt mooi uit, want vooral de afgelopen weken is de vraag echt enorm. We hebben een absolute focus op pro-AV-installaties. Uiteraard hebben we concurrentie in de markt, maar veel van die concurrenten richten zich op de volledige PTZ-camera-markt. En accessoirenmarkt, maar wij richten ons specifiek op echt fixed installations. Dus de vast geïnstalleerde systemen, de integratieprojecten. Nou, we zijn niet alleen actief in Nederland en in België, we zijn actief in ongeveer 30 landen op elk continent. Dus onze producten vinden dagelijks hun weg over de hele wereld. Inmiddels is dat iets lastiger, vooral om het daar te krijgen, dan een aantal weken geleden. Maar dat gaat gelukkig ook nog steeds goed. Even over toepassingen. Toepassingen van de AV REC 200. En dan hebben we het over een apparaat wat kan encoderen. Dus een baseband videosignaal zoals SDI en HDMI kan omzetten naar een IP-stream en kan opnemen. Even in generalisatie gezegd. Nou, daar zijn natuurlijk tal van toepassingen voor te bedenken. Uiteraard in educatie, dan praat je over dingen als lecture capture, dus het opnemen van colleges. Je praat over het delen van content over de campus, misschien meerdere gebouwen aan elkaar koppelen. En ook de wens van veel universiteiten en hbo-opleidingen is natuurlijk om veel meer de hardware of de servers allemaal centraal te plaatsen in het pand. Nou, dat is mogelijk op het moment dat je dat op een goede manier kan streamen via IP. Uiteraard de afgelopen weken hebben wij veelvuldig vragen gekregen van kerkinstallateurs, maar ook van kerken direct. Nu we vervolgens uiteraard weer doorsturen naar onze installateurs.
Want ja, de kerken mogen niet meer zoveel mensen in nu. Er mag een heel beperkte hoeveelheid mensen aanwezig zijn bij een dienst. Dus hoe blijf je toch in contact met je kerkgemeenschap? Dat kan door middel van streaming. En daar is dit ook een mooi apparaatje voor, de AV-REC 200. Uiteraard voor webinarstudio's. Uiteraard daar gaat het ook weer om het streamen en YouTube, Facebook Live. Maar uiteraard ook het opnemen. Zodat je het later ook nog eens een keer zou kunnen afspelen. Des misschien live, gescheduled. Allerlei toepassingen. In de broadcastmarkt, meer de IPTV-wereld waar we het dan over hebben eigenlijk. En de applicaties binnen de broadcasters zelf. IPTV bijvoorbeeld, daar moeten signalen gegenereerd worden. Soms lokale kanalen die meegestuurd moeten worden binnen het IPTV-platform. Daar kan je de REC 200 ook prima voor gebruiken. Uiteraard is de multicast toepassing, dus het distribueren van een signaal naar meerdere schermen in een groot netwerk met veel verschillende schermen met bijvoorbeeld ingebouwde decoders. Dan hebben we het over bijvoorbeeld digital signage, maar dat kan elke toepassing zijn. Hè. Dat kan ook gewoon een informatiesysteem zijn. En daar kan je het ook prima voor gebruiken. Andere toepassing natuurlijk in de medische wereld, voornamelijk de observatieruimtes. Waar misschien op een andere locatie meegekeken moet kunnen worden. Met een private link op YouTube bijvoorbeeld. Dat er een stuk moet worden opgenomen om later terug te kunnen kijken. Dat is een toepassing die daar ook veel gebruikt wordt. En we zien vooral het afgelopen half jaar ook veel toepassing in boardrooms en vergaderzalen. En daar is het dan voornamelijk omdat de CEO of een van de managers het personeel wil toespreken. En dat wordt dan vaak via streaming services gedaan. Op het moment dat er veel mensen tegelijkertijd naar moeten kijken. Want met de meeste videoconferentiesystemen loop je uiteindelijk toch tegen een beperking aan. En met YouTube kan je eigenlijk een oneindig aantal kijkers van je stream hebben. Dat is even in grote lijnen de applicaties die wij zien. Er zijn er uiteraard veel meer te bedenken. En daar lopen jullie waarschijnlijk als een van de eerste tegenaan. Dat is natuurlijk mooi, want nieuwe toepassingen voor ons zijn altijd mooi om te snappen. En dat willen we ook graag snappen, zodat we het product nog beter kunnen maken. Nou, de AV-REC 200. Voordat we even door dit lijstje heen gaan scrollen, wilde ik even de AV-REC 200 laten zien. Dit is de AV-REC 200. Van bovenaf gezien moet ik deze kant op. Frontpanel voor de bediening. Een USB-poort voor het opnemen. Aan de achterkant de SD, het SD-slot voor het opnemen op SD. HDMI in en uit. En dit is een loop-through waarbij je terug kan kijken. SDI in. Audio in en ook de EJ45, de IP-poort, uiteraard voor streaming en control en voor de voeding. Het is een redelijk compacte kastje, betekent dat er 3 op 1 rackshelf passen. En dat is natuurlijk mooi op het moment dat je meerdere kanalen of meerdere streams wil opzetten. Wat ik al zei, het is even een globaal overzicht van de AV-REC 200. Een livestreamer, recorder, of livestreaming, recorder en streamer. Eigenlijk een encoder met ingebouwde opnamefunctionaliteit. Nou, de feature set van dit apparaatje is vrij overzichtelijk. Het is een enkel kanaal H264 en H265 live encoder. Hou er even rekening mee dat H265 natuurlijk een stuk efficiënter is. En dan kan je behoorlijk terug in bandbreedte die je kan gebruiken. En je kan hem dus voeden over HDMI en de 3G SDI input. De 3G SDI input betekent automatisch ook gelijk dat hij geschikt is voor 1080p60 streaming. Verder ondersteunen we UDP, RTSP, RTMPS... RTMP en HLS streaming, is er een ingebouwde web-based control interface, eigenlijk een webpagina waarbij je de hele unit kan bedienen en uiteraard ook een frontpanel control. Frontpanel is vooral handig voor het instellen van het IP-adres. Dat is normaal gesproken met heel veel apparaten nog eens een beetje lastig. Dan moet je allerlei codes weten. In dit geval kan je het IP-adres gewoon via het frontpanel instellen. EJ45 voor aansturing en uiteraard de streaming output. En dan support voor 4.2.0, H264, HD en SD. En daarin supporten we bitrates van 0,6 MB per seconde tot 12 Mbps. Audio encoding kan via MP2, AAC, AC3 en zelfs Dolby Digital Plus. En de resoluties die we ondersteunen gaan van vrij laag, dus van 480 naar 270 tot 1920x1080. Het opnemen doet het apparaat naar transportstroom, dus .ts, MP4 en .mov. En daar zit ook een loopfunctie in. Die loopfunctie betekent eigenlijk dat je kan instellen in hoe grote file size of tijdsduur die unit moet opnemen. En daarna wordt uiteindelijk de file overschreven.
Ja, de unit is getest, uitgebreid getest met de grote streaming services die we hebben. YouTube uiteraard, Facebook, Ustream, maar bijvoorbeeld ook het in Nederland belangrijke kerkdienst gemist. De AVRek 200 heeft 2 jaar garantie en uiteraard kan je voor support terecht bij ons supportteam hier in Delfgauw. En dat kan natuurlijk allemaal gewoon in het Nederlands. De AVRek 200 heeft natuurlijk een aantal typische toepassingsgebieden. Maar als we dan kijken naar applicaties, dan moet je eigenlijk denken overal waar je een HDMI en een 3G SDI-bron hebt en bijvoorbeeld een externe audio in of een embedded audio. Dus zowel embedded audio op HDMI wordt ondersteund en op SDI wordt ondersteund als externe audio. Daarbij kan je dan gewoon in deze toepassing simpel opnemen naar een USB-stick of een SD-kaart. De SD-kaart kan je eigenlijk een beetje gebruiken als het vaste geheugen in de unit. En de USB-stick is echt iets wat je bijvoorbeeld de klant zeg maar, mee kan geven aan zijn klant nadat de opname gereed is. Via IP kunnen we door middel van een API kunnen we de unit volledig aansturen. Dus met Crestron, Amix, Needs, Q kan je de unit prima aansturen, waardoor het echt een integratieproduct is. Andere toepassing is dus wanneer je dat gaat combineren. Dus wanneer je gaat opnemen en tegelijkertijd gaat streamen. Je kan die uiteraard natuurlijk los die functionaliteit ook inzetten. En dan moet je echt denken meerdere PTZ-camera's, bijvoorbeeld een videomixer, een losse audiomixer. En dan kan je dus gaan streamen naar YouTube, Facebook Live, andere platformen. Maar ook streaming naar bijvoorbeeld HLS, wat dan een Adaptive Bitrate standaard is, die geschikt is voor Apple devices. Je kan vervolgens ook nog streamen natuurlijk naar CDN van derde. Wel wat even belangrijk is de unit streamt uit naar 1 platform tegelijkertijd. Dus je kan niet meerdere verbindingen opzetten. Dat is wel even belangrijk om te onthouden bij de applicaties van de REC 200. Een andere applicatie van de REC 200 is uiteraard IPTV en Digital Signage. In IPTV heb je toch te maken met vaak signalen die van satelliet af worden gehaald. Dus die door middel van een schotel op het dak worden ontvangen. Of misschien door Ziggo of andere aanbieders op IPTV worden aangeboden. Maar ja, vervolgens moet je daar toch zelf je kanalenboeket van gaan maken. En daar wil je ook weer lokale signalen aan toevoegen. Nou, de REC 200 is een mooie optie daarvoor. Ondersteunt natuurlijk .ts. Streaming, wat in principe de standaard is binnen IPTV applicaties. En daar kan je dus bijvoorbeeld denken aan bepaalde kanalen die geëncrypt worden en die je echt met een smartcard moet decoderen. Nou, die kan je op die manier invoeren in het lokale netwerk. Het mooie van IPTV is natuurlijk vaak, de toepassing is multicast. En multicast kan je streamen naar eigenlijk een oneindig aantal clients. Dus hier zie je bijvoorbeeld ook als voorbeeld de digital signage schermen. Sorry. En bijvoorbeeld naar LAN-clients zoals verschillende devices. Dat kan dan niet tegelijkertijd. Daar zou je weer een mix voor moeten maken. Dus daar heb je al meerdere encoders voor nodig. Maar die functionaliteit zit wel in de REC 200. Dan komt nu een beetje het spannende deel van onze presentatie hier. Want wat ik al eerder zei. Mijn collega Daniel is vandaag gewoon aan het werk, net als heel veel mensen uiteraard. Maar hij is niet hier fysiek aanwezig, hij zit thuis. Dus ik ga op dit moment even overschakelen naar Daniel. Daniel gaat het even hebben over de installatie, de configuratie van onder andere RTSP streaming, maar ook de Facebook live streaming, YouTube streaming en kerkdienst gemist. Dus ik ga even proberen naar Daniel te schakelen en hopelijk kan Daniel mij dan ook horen. Bedankt Steven. En dan is het nu aan mij de beurt om jullie mee te nemen door de WebGUI van de REC 200. Ik zal achtereenvolgens alle vormen van streaming doornemen, waarbij we beginnen eigenlijk met de basic network settings van de unit. Zoals je nu op je scherm kunt zien, mijn uitgangspunt is het feit dat je toegang hebt tot de WebGUI van de REC 200. En deze heeft een actieve internetverbinding. Ieder volgend filmpje waar ik mee verder zal gaan, gaat uit van waar we gebleven waren in het filmpje ervoor. Daar gaan we. Nou, als eerste, uiteraard even inloggen. En dan als eerste kom je terecht op de statuspagina. Je hebt hier in basis een screenshot staan van wat er op dit moment gaande is in het apparaat. Wat je hier ziet is de feed over HDMI van een van onze camera's. Die wordt hier weergegeven als een soort van screenshot wat elk paar seconden ververst wordt.
Je kunt hier dus kijken of je beeld goed is. Daarnaast geeft de unit zelf ook een inputstatus weer wat er op dit moment aan de hand is, zeg maar, van binnen. Daarnaast hebben we de outputstatus. Daar komen we dan zo dadelijk op terecht. Nou, nu gaan we verder. Als eerste gaan we naar de system settings. En dan gaan we de netwerksettings van de unit bekijken. Die staat op DHCP in dit geval. Hierbij heeft hij een statisch IP-adres van mij gekregen. Je ziet ons interne netwerkadres, subnet masker. De default gateway is onze default gateway. En daarna vervang ik de DNS-server van de router door die van Google. De primaire en de secundaire DNS-server van Google zijn wat ons betreft over het algemeen betrouwbaarder en sneller dan die van je router. Nou, daarna kunnen we de streaming gaan instellen. RTSP is degene waar we mee zullen beginnen in dit geval. Portnummer, streamname en daaronder, en dat is wat lastig te zien, heb je een heel aantal voorgedefinieerde videoprofielen. Maar in dit geval kies ik er eentje. En daarna is het een kwestie van op apply drukken en daarna start streaming. Dan gaan we terug naar de statuspagina en daar kunnen we de link oppakken door op die twee velletjes te klikken. Dan kunnen we naar VLC gaan en dan de stream oppikken. Netwerkstream openen, Ctrl-N. En vervolgens plak je de stream daarin, afspelen en je zult direct beeld zien verschijnen van onze prachtige ISI Lego setup. Nou, tot zover het RTSP. Het volgende verhaal is de HLS. HLS is redelijk gelijk als het gaat om zijn instellingen voor wat betreft het streamen. Alleen HLS is een manier van streaming wat beter geschikt is voor mobiele clients. Het zal ietsje langzamer zijn, maar het is wel te gebruiken ook op iPads en iPhones en daarmee behoorlijk veelzijdig. En dat volgende stukje is redelijk kort, omdat het eigenlijk gebruik maakt van dezelfde settings. Nou, je ziet hier, we zitten hier nog op de output van de RTSP. Die gaan we nu stoppen. Vervolgens kies je HLS. Je krijgt een iets anders geconfigureerde link. Ook die apply je weer. Je start het streamen opnieuw. En vervolgens haal je op dezelfde manier op de statuspagina de link op waarmee je direct naar bijvoorbeeld je telefoon kunt streamen. Ook hier weer gebruik ik VLC als voorbeeld. Je plakt hem erin. En dan zie je dat VLC direct reageert. Je ziet hier, de link is iets anders geworden. Maar dit is in basis het verhaal. Volgende verhaal is UDP. UDP is een multicast stream. Dat zou je kunnen vergelijken met een Netflix-achtige constructie, waarbij je in principe één stream naar de switch stuurt. En de switch vermenigvuldigt het aantal streams naarmate dat nodig is of gevraagd wordt door de clients. Er zit hier een kleine aantekening van mij bij. Daar kom ik zo dadelijk even aan op het moment dat we daadwerkelijk VLC openen. Dan gaan we even het juiste filmpje erbij pakken. En dan gaan we verder waar we gebleven zijn. Ook hier, we stoppen de stream voordat we hem kunnen veranderen. Ik zet hem op UDP. Je ziet een UDP-adres en poort verschijnen. Het streamingprofiel laat ik onveranderd. En vervolgens weer terug naar de statuspagina om daar de gekopieerde link op te halen. Let even op als je dus nu VLC opent. Dat is een beetje lastig te zien. Tussen de 227 en de twee forward slashes, daar heb ik een apenstaartje gezet. Om te zorgen dat VLC naar een IPv4 adres luistert. Op het moment dat ik alleen maar zeg UDP @ Poortnummer 1234 gaat VLC naar een IPv6 adres proberen te luisteren en zul je de stream dus niet binnen kunnen halen. Je ziet dat ik hem er nu tussen plak. En dan kunnen we hem ophalen. Uiteraard, je network switch moet geschikt zijn voor VLC, voor UDP. Dus dat is wel een voorwaarde om dit goed te laten functioneren.
Nou, dan krijgen we het volgende stukje. YouTube streaming en daarna Facebook streaming. En als laatste heb ik dan nog een handmatige RTMP streaming handleiding opgesteld. Dus we zullen eerst eens eventjes naar YouTube kijken. YouTube, kleine kanttekening, dat duurt altijd even. We hebben een authenticatiemodus in de unit zitten. Dus zul je zien dat we dat nu gaan doen. Maar het duurt ongeveer een seconde of 50 voordat daadwerkelijk de output bij YouTube doorkomt. Dus heb een klein beetje geduld als je dit doet. Nou, we beginnen eerst met het autoriseren van het apparaat. Je krijgt dan een code en de URL waar je die code in kan plakken. In dit geval, let op, gaat het apparaat er wel van uit dat je ingelogd bent. Anders moet je eerst inloggen voordat je kan doen wat ik op het volgende stukje kan doen. Kijk, dit werkt alleen als je daadwerkelijk ook ingelogd bent. We koppelen hem aan ons standaard account. Het feit dat de app nog niet geverifieerd is, dat is geen probleem in dit geval. Je kiest de onderste optie, Go to Device. En vervolgens kun je gewoon verder gaan. Je geeft hem toestemming om daar het apparaat te gebruiken of om de link te gebruiken. En zodra je de ballonnetjes ziet, kun je teruggaan naar het REC 200 gedeelte en je zult een stukje groene tekst onder in beeld krijgen met de succesvolle authenticatie. Nou, wat hier nu eigenlijk achter de schermen gebeurt, is dat er een RTMP link en een streaming code en een node ingevoerd wordt, maar het wordt eigenlijk volledig automatisch gedaan. Dat zul je straks ook nog wel zien, dat ze allemaal ingevuld staan. Nou, nu gaan we start streaming doen. Je zult zien in het midden hier is de live status op dit moment nog rood. Dat duurt ongeveer 50 seconden voordat daar daadwerkelijk beeld doorkomt. Dus op het moment dat je dit live doet, duurt het altijd verschrikkelijk lang. En ja, we zullen er heel eventjes op moeten wachten voordat dat daadwerkelijk dan ook doorkomt. Dus zodra dit groen is, kun je of opnieuw die link even oppakken of de pagina verversen. En dan zul je zien dat het eigenlijk direct doorkomt en dat we gelijk weer onze Lego setup te zien gaan krijgen. Nou, ik denk dat nog een goede 10 seconden en dan zal het live status icoontje groen worden. En dan, ja, daar is die. En nu kunnen we dan naar YouTube gaan om daadwerkelijk die opzet mee te pakken. En daar heb je hem weer. In dit geval, je kunt het hier onderin zien, deze YouTube is unlisted. Dat heb ik ook ingesteld in de REC 200. Dat wil dus zeggen, je kunt het hier in het midden nog net zien voordat ik hem wegklik. Is dat hij is dus wel zichtbaar, maar hij is niet zoekbaar. En zeker voor dit soort doeleinden is dat ideaal, omdat ik dan toch dit kan gebruiken zonder dat gelijk die video publiek gepresenteerd wordt. Nou, de volgende stap is het streamen naar Facebook. Daar zit een kleine opmerking bij. Facebook Live ondersteunt momenteel maximaal 720p30. Alle resoluties hoger dan dat heb ik vooralsnog geen beeld uitgekregen. Dus hou dat even in de gaten dat Facebook niet hoger gaat dan dat. Nou, je gaat dan van YouTube naar Facebook. Gaat op dezelfde manier. Je autoriseert je apparaat. Je krijgt weer die code en die link. Vervolgens ga je dat. Ook hier weer geldt dat je ingelogd moet zijn. Je plakt hem erin. Hij geeft aan dat hij je naam en profielfoto wil gaan gebruiken en hoe je hem wilt gebruiken. Nou, ik heb hier als basic setup neergezet dat hij hem naar mijn friends mag posten. En dan zie je hier ook dezelfde groene tekst, successfully authenticated. Ook hier weer kwestie van apply en start streaming. Oh, nee, uiteraard niet. Het videoprofiel moet nog even aangepast worden inderdaad naar 1280x720 en uiteraard 30 frames per seconde om te zorgen dat Facebook daar daadwerkelijk ook iets mee kan. Dus nu doe je apply en dan start streaming en daar gaan we. Ook hier weer, dit duurt heel even.
Het filmpje wat ik vanmorgen gemaakt heb, is het iets wat ben ik wat ongeduldig, dus ik moet hem nog een keertje openen. Nou, hier check ik op de statuspagina of die output in orde is. Vervolgens kies ik hem opnieuw en wederom onze Lego setup. Je ziet het, ook dit is een online platform. Het duurt wat langer dan wanneer je dit binnen je netwerk houdt. Zoals met de RTSP of HLS bijvoorbeeld. We stoppen hem streaming, want dit is uiteraard toch een publiek platform. Dus zodra we hem niet nodig hebben, stop ik hem altijd. En vervolgens boek ik gelijk de unit weer uit, zodat ik dit eventueel opnieuw kan doen. Je zult zien dat hij dan bij plugins en webpagina's terechtkomt. Apps en websites. En daar staat hij onder device genoemd. En daar kun je hem verwijderen. Dan is hij ook gelijk zijn autorisatie kwijt. Dan heb ik nog een laatste filmpje en dat gaat over het handmatig instellen van RTMP. In dit geval heb ik daar een van onze partners voor gebruikt, onze kerkdienst gemist. Een veelgebruikt platform voor de REC 200. Even kijken, daar gaan we. Dus in dit geval zetten we hem op handmatig, RTMP, RTMPS. Nou, je ziet hier dat al zijn YouTube gegevens hier ingevuld staan. En dat is dus wat er met die streamsleutel eigenlijk gebeurt. Nou, ik heb even kerkdienst gemist, even naar onze data gezocht. En dat staat daar netjes aangegeven. Daar kun je de URL gewoon ophalen. Nou, die plak je in het URL deel. Poort 1935, dat is standaard. En daarna de streamnaam. Nou, dan heeft de kerkdienst gemist een paar specifieke settings voor het streamen er naartoe. Die gaan we hieronder eventjes bekijken. Daar staat bijvoorbeeld dat je 1800 kilobits moet gebruiken en een constante bitrate. Nou, dat zijn belangrijke settings. Als je dit te hoog zet, dan gaan de servers bij kerkdienst gemist een beetje over hun nek. Dus wat dat betreft, die moeten we wat lager houden. We hadden hem op 6 megabit staan, dus we zitten hem nu op 1,8. We kunnen hem wel weer terugzetten op 1920x1080. En vervolgens kunnen we dat applyen. Even checken of de audio settings hier goed staan. Dat is allemaal zoals aanbevolen. En vervolgens kunnen we starten met streamen. Nou, dit werkt weer zoals bij de andere streaming opties, is dat je naar de statuspagina gaat. Of in mijn geval even zoekt op kerkdienst gemist naar je eigen kanaal om te kijken of daar het Lego opzetje weer tevoorschijn komt. Dat was heel even zoeken voor mij. Maar je zult hier zien dat ik er toch in geslaagd ben. Dus dit is result. Zoals we het wel in het Engels noemen. Nou, dat is dan eigenlijk alles wat ik voor jullie heb vandaag. Je zult nog heel even op kerkdienst gemist zien dat op het moment dat je dus ook terugschakelt, dat die daadwerkelijk weer weg is. Zodat je niet nog een stream actief hebt zodra je dus op stop streaming drukt. En dan denk ik eigenlijk dat er wat mij betreft niet heel veel meer is vandaag. En dan zal ik hem overgeven naar Steven die nog een klein stukje wat van de REC 200 zal samenvatten. Steven, het is aan jou. Oké, Daniel, dankjewel. De techniek staat voor niks. De video's waren inderdaad eerder opgenomen. Maar zoals ik al zei, Daniel hard aan het werk vanuit huis zoals velen van ons.
En hopelijk hebben we een beetje een indicatie kunnen geven en een goed overzicht kunnen geven over hoe je de REC 200 kan gebruiken in combinatie met die verschillende platformen. En onthoud daarbij dat je natuurlijk altijd nog de recording functionaliteit kan gebruiken, waarbij je ook nog een playlistje kan samenstellen met die files. Dus eventueel ook nog in het geval bijvoorbeeld van een kerkdienst, die kerkdienst kan opnemen en die later bijvoorbeeld ook nog op YouTube kan uitspelen, waardoor je ook mensen nog de kans geeft om dat bijvoorbeeld 's avonds nog een keer te kunnen bekijken. Die functionaliteit zit er allemaal in en die is vrij simpel te bedienen. Nou, Daniel, dankjewel in ieder geval. Even korte samenvatting. De AV-REC 200. Hè. Ik heb hem net even in real life laten zien. Hier nogmaals het plaatje. De 3G SDI input, dus tot 1080p60 streaming. HDMI input, een aparte audio input. Een SD-kaart die je eigenlijk een beetje kan gebruiken als de vaste storage. Dus het vaste medium in het apparaat. De HDMI uit die een loop uitgeeft. En vervolgens de EE45 die uiteraard zorgt voor de netwerkverbinding, maar ook de IP-aansturing en de daadwerkelijke streaming. Dus nogmaals, ook het volledige aansturen van een unit kan via IP gebeuren. En dat kan met elk willekeurig besturingssysteem. Daar is een volledige API voor beschikbaar, die dus ook de status kan uitlezen en eventuele foutmeldingen kan doorgeven naar het bedienpaneel. De listprijs voor de AV-REC 200 is €799, dus de adviesprijs. Uiteraard in Nederland via vele dealers en integrators verkrijgbaar. Mocht je overigens daar nog wat meer details over willen vinden, de spec sheet, de manual, al dat soort zaken zijn uiteraard te vinden op onze website www.avonic.eu. Nou, dankjewel sowieso voor het aanwezig zijn. Dat is belangrijk. De opname van vandaag die wordt beschikbaar gemaakt aan jullie. Die link ga je later ontvangen. De productvideo's zijn beschikbaar via onze YouTube-kanaal. Kan je gewoon even googlen op Avonic en dan YouTube. En voor eventuele verkoopinformatie kun je contact opnemen met mij via mijn e-mailadres hier beneden, steven@avonic.eu, of neem contact op met jullie vaste accountmanager Noortje van Merode. Die is bereikbaar via noortje@avonic.eu. Of pak gewoon een telefoon. We zijn uiteraard gewoon bereikbaar en helpen jullie graag. Er zijn meer webinars in april. We hebben er al een drietal gehad. Inclusief deze REC 200 in het Nederlands. We hebben ook al gesproken over onze CM70 producten. Een gloednieuwe productlijn die recent volledig beschikbaar gekomen is. Daar hebben we ook recordings van beschikbaar. Die staan op ons YouTube kanaal. De volgende training die we gaan doen gaat over de CM44. CM44 is een full-size PTZ-camera, op dezelfde prijs als bijvoorbeeld de Logitech PTZ Pro, maar dan inclusief IP-aansturing, inclusief seriële aansturing, privacy mode, 5 keer optische zoom, een goede kwaliteitsglaslens. Dus echt een integratieproduct voor de prijs van vergelijkbare producten, zeg maar, die kwalitatief wat ons betreft een stuk minder zijn. Dat is op 21 april. Die sessie is om 11 uur en om 4 uur 's middags. Dus om 11 uur 's morgens en om 4 uur 's middags. En die is in het Engels. En op 28 april gaan we het ook nog hebben over onze CON300 IP. En die sessie is ook om 11 uur en om 4 uur. Wil je je daarvoor inschrijven? Dan kan dat eigenlijk heel makkelijk. Dan ga je even naar www.avonic.eu/webinars. En daar kan je alle informatie vinden. Voor nu wil ik je bedanken voor je aandacht. Fijn dat er zoveel aandacht is voor dit product, de AV-REC 200. Uiteraard voorzien we je graag van meer informatie. Ga dan gewoon even naar onze website www.avonic.eu. Pak de telefoon of neem contact op met een van je vaste contactpersonen. Nogmaals, de opname van vandaag zal beschikbaar worden gemaakt door middel van een mail die met een dag in je mailbox zal zitten. Mochten er nog vragen zijn die nog niet beantwoord zijn momenteel, dan blijven we nog even een paar minuutjes op de Q&A. Ons panel blijft daar op de Q&A, dus stel je vragen gerust. En wie weet zien we je snel bij een van onze andere april webinar sessies. Dankjewel.